Om je YouTube-kanaal voor zowel jezelf, maar ook voor de kijker overzichtelijk te maken, kun je met afspeellijsten werken. Het zijn een soort hoofdstukken. Telkens een bepaald onderwerp hebben, behandelen. Bijvoorbeeld, je bent yogalerares en je hebt een aantal video's die specifiek bedoeld zijn voor oefeningen, yoga-oefeningen voor zwangere vrouwen. Of misschien heb je wel een serie van een paar video's over oefeningen die te maken hebben met je rug of je schouders of je armen. Of vermoeidheid of, nou, verzin iets. En die wil je niet kriskras door elkaar hebben, die wil je inderdaad in een bepaalde afspeellijst. En dan kun je die maken. En hoe doe je dat? Je gaat rechtsboven in je YouTube-kanaal naar het kleine driehoekje, naast je profielfoto, je avatar. Kom je bij videobeheer uit en dan klik je op afspeellijsten. En dan kun je ook rechtsboven een nieuwe afspeellijst maken. En die geef je een naam. Yoga-oefeningen voor zwangere vrouwen, noem maar iets. Daarna ga je naar de video's die je al hebt over dat onderwerp. En onder elke video zie je toevoegen aanstaan. En daar klik je op. En dan kun je hem toevoegen, want dat zie je dan verschijnen, aan die afspeellijst die je net gemaakt hebt. Zo maak je het voor jezelf een stuk overzichtelijker en ook voor die kijker. Succes!